Zal ik even graag het woord aan onze spreker van vandaag, dat is Gerard Griffier. Dankjewel Mark en een hele goede middag ook, dames en heren, beste Urania-vrienden. U kan zich niet voorstellen met hoeveel deugd het mij doet hier nu te mogen zijn. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het 50 jaar Urania is. Dat wat we hier meemaken, wat we hier zien, dat dat al 50 jaar bezig is. Dus niet te geloven. Fantastische activiteiten, fantastisch enthousiasme. 50 jaar geleden was ik er ook bij en nu weer. En het is een ongelofelijke voldoening dat we mogen zien. Voor ik aan mijn eigenlijke onderwerpen begin, toch eens eventjes dat daaraan herinneren. Het is dus een fantastische belevenis nu en het groeit nog altijd. Het was ook fantastisch toen het begon. Dat jaar 1969, ja natuurlijk die maanlandingen, de hele Apollo-sfeer die toen in de lucht hing. Dat is het wat zo aanstekelijk werkte en waarom dat Urania meteen een vliegende start kon nemen. Ik weet nog goed hoe dat we daarmee begonnen en hoe dat het publiek er direct bij betrokken raakte. Er was een fantastische sfeer en enthousiasme om daarmee bezig te zijn. Met de sterrenkunde, met de ruimtevaart, de verovering van de ruimte buiten de aarde. Dat is iets wat mensen toen boeide. Nu nog, al is de sfeer natuurlijk ook wat dat betreft veranderd. Maar het momentum, de drive is gebleven. En in die beginperiode hadden we ook heel veel te danken aan een paar mensen die hele bijzondere verdiensten hadden. Mark heeft ze zojuist al eventjes genoemd, Jos van Limbergen. Ik heb die man nog heel goed gekend. En die bekende Vlaamse wetenschapspopularisator, die tijdschrift Natuurwereld opgericht heeft en die zijn hele leven lang gedroomd heeft van Vlaanderen heeft een volkssterrenwacht nodig. En dan op het eind van zijn leven zag hij die droom in vervulling gaan. En dat kwam mee, dat kwam vooral dan door meneer Van Gaal, zoals we die noemden, de pastoor hier van deze parochie. En die zette zijn schouders daaronder, die steunde het, die enthousiasmeerde ons. En die was zo blij dat hij kon bijdragen tot zinvolle activiteiten. En deze beide mensen die zijn rechtstreeks... Aan hen zijn we rechtstreeks de dank verschuldigd, het feit dat wij dit nu nog altijd zo mogen meemaken. Ongelooflijk. Ja, en dus een feestelijke stemming, 50 jaar. Maar gaan we nu een feest bederven met een saai onderwerp, want nu gaat het gaan over het blokuniversum. Dus iets heel theoretisch, ik waarschuw u, iets heel theoretisch. Met heel veel wiskunde. En dat gaat dan toch de sfeer wel veranderen. Ja, er zitten natuurlijk hier wel een paar freaks die daar tegen kunnen. Maar, ja, maar voor de anderen, ik kan u verzekeren dat het onderwerp zelf ook feestelijk is. Het is voor iemand die iets of wat interesse heeft voor fysica en voor cosmologie, en ik neem aan dat dat eigenlijk voor ieder van u is, dat onderwerp een waar feest is. Dus het is ongelooflijk mooi waar het over zal gaan. En het zit heel knap in elkaar. Maar het is wel wat theoretisch. We gaan eraan beginnen. En dan gaan we om te beginnen een aanloopje nemen. En we beginnen bij degene bij wie eigenlijk alles begonnen is wat betreft de moderne wetenschap, Isaac Newton. We zitten dus in de 17e eeuw. En Newton die verkondigde ons dat heel de wereld bestaat uit materiële deeltjes die zich bewegen in ruimte en tijd. Ze bewegen door de ruimte in de loop van de tijd. En Newton heeft ons geleerd hoe die bewegingen in hun werk gaan. Maar, zo besefte Newton, dan moet je toch wel heel goed vooraf weten wat ruimte en tijd is. Want het gaat in de ruimte en in de tijd en ruimte en tijd zijn als het ware het podium waarop het hele drama van de wereld zich voltrekt. Dus we moeten dat podium stevig optimmeren. Dus dat deed hij. Hij gaf hele klare definities van wat ruimte is en van wat tijd is. De definities die wij nadien totaal hebben laten vallen. Maar wat zijn dan die definities?
wat ze waren en ze zijn nog belangrijk. Wel, zegt hij, ruimte, dat is die uitgestrektheid van de wereld die absoluut is, universeel en objectief. Dat wil zeggen, het hangt nergens van af. Deze zaal die heeft een zekere ruimtelijke uitgestrektheid. En dat heeft die zaal ook als we straks hier weggaan en de zaal is leeg, dan blijft die ruimte bewaard. Ruimte hangt niet af van wat er zich in de ruimte bevindt. De ruimte is absoluut, universeel. Alles wat bestaat, bestaat in de ruimte. En ook objectief. Het hangt er niet vanaf of u de meting doet of ik de meting doe. Als we juist meten, meten we hetzelfde. Dus het bestaat op zichzelf. En zo ook de tijd. De tijd is die stroming die absoluut objectief en universeel verloopt. Dat zijn Newton, dat zijn onze basisprincipes. En dat hebben we altijd ook aangenomen, want het is eigenlijk ook zo evident. Ja, ja, die ruimte inderdaad en die tijd die loopt en dat is voor iedereen hetzelfde. Ja, natuurlijk, de tijd lijkt soms traag te gaan en dan weer te vliegen. Maar dat beseffen we wel, dat hangt van ons af. Als de spreker heel lang blijft uitspreken, dan gaat die tijd hoe langer hoe trager. En soms als het spannend is, dan vliegt de tijd voorbij. Dus dat effect kennen we wel, maar daar gaat het niet over. Het gaat over die tijd van de klokken. Niet van ons gevoel, maar hoe de klok loopt. En dat is monotoon, altijd op dezelfde manier. En dan kon Newton, nu dat hij die definities had, zijn bewegingswetten neerschrijven, hoe dat in zijn werk gaat. En die wetten die hebben we vroeger op school geleerd. Dus die ga ik ook niet herhalen, want die kent u nog allemaal heel goed. Hoe de beweging, hoe een versnelling ontstaat onder invloed van een kracht en dergelijke dingen meer. Waar ik wel nog even op wil wijzen is dat Newton benadrukte dat die wetten maar gelden voor bepaalde soorten waarnemers, niet voor iedereen. Als je bijvoorbeeld op een draaimolen gaat zitten en je bekijkt van daaruit de wereld, dan lijkt het alsof de hele wereld heen en weer schommelt. En als je die bewegingen gaat beschrijven, dan klopt het niet. Want dan zijn er geen krachten en toch is er die schommeling, dan klopt het niet. Ga dan ook niet op een draaimolen zitten. Wat je moet doen is gewoon stilstaan. Of wat ook mag, met een constante snelheid bewegen. En dan gelden de wetten van Newton. Dan van daaruit, vanuit dat standpunt, beschrijven deze wetten de werkelijkheid correct. Dat soort waarnemers die stilstaan of met een constante snelheid bewegen, een stilstand is ook een constante snelheid, een snelheid nul. Dus als je een constante snelheid hebt, dan ben je een inertiaal waarnemer. Dat begrip is buitengewoon belangrijk. Dus de fysica van Newton geldt maar voor inertiaal waarnemers. Maar voor de rest geldt het voor alle waarnemers. Als er maar allemaal inertiaal waarnemers zijn, toch is het natuurlijk zo dat de ene en de andere de wereld bekijkt vanuit een verschillend gezichtspunt. Dus je ziet, je coördinaten zijn anders. De posities die je meet, zelfs de snelheden die je meet, want als je zelf beweegt, dan heeft een ander voorwerp een andere beweging. Die zijn allemaal verschillend. Ja, ja. Maar we weten hoe we kunnen omrekenen van de ene waarnemer naar de andere. Daar zijn bepaalde formuletjes voor. Die zijn heel eenvoudig, maar het doet er nu niet toe. Ik hoef ze ook niet te projecteren. Dus er zijn omrekeningsformules hoe je van de ene waarnemer naar de andere gaat. Altijd aannemend dat het inertiaal waarnemers zijn. En eigenlijk komen die omrekeningsformuletjes neer op iets heel simpel, namelijk snelheden moet je optellen. Als er bijvoorbeeld een trein door het station rijdt en jij staat op het perron en die trein rijdt voorbij tegen 100 km per uur en in die trein zit een passagier. Of nee, hij zit er niet, hij staat er, hij loopt er. En hij loopt in die trein naar voren, in dezelfde richting waarin de trein rijdt. En hij wandelt daar aan de snelheid van 5 km per uur. En de trein dus van 100 km per uur. Dan heeft voor mij, die op het station staat, die passagier in de trein een snelheid van 100 plus 5. Dat is 105 km per uur. Ik heb u gewaarschuwd, er komt wiskunde bij. En dus dat zijn die omrekeningen die je moet doen.
snelheden gewoon optellen. Zou die passagier in de omgekeerde richting lopen? Ja, dan moet je de snelheid eraf trekken. Dat is ook een optelling, maar met een minteken. Dat gaat allemaal heel goed. Dat is elementair. Dat werkte honderden jaren prima. Tot in de 19e eeuw. Dan verscheen Maxwell op het toneel. En die legt uit hoe de wetten van het elektromagnetisme zijn. Hoe elektrische en magnetische velden op elkaar inwerken. Veel ingewikkelder. En dat zijn vergelijkingen die inderdaad, waar we ons nu niet om moeten bekommeren. Maar waar we wel eventjes bij moeten stilstaan is, dat bleek dat nu die omrekeningen om van de ene waarnemer naar de andere te gaan, dat die nu niet meer kloppen. Dat je die transformatieformules zegt, zoals men dat zegt, die werken nu niet meer. Als het voor de ene waarnemer geldt, een inertiaal waarnemer, en je rekent het om naar een andere inertiaal waarnemer met de oude formules, dan klopt het niet meer. Zo bijvoorbeeld heeft de snelheid van het licht altijd dezelfde waarde. Als het licht naar je toe komt met 300.000 km per seconde en ik ga naar het licht toe, ook met een zekere snelheid, dan zou je zeggen, ja, dan naderen we elkaar met de som van die snelheden. Nee, nog altijd met 300.000 km per seconde. De snelheid van het licht is absoluut. Maar dat kan niet volgens de klassieke fysica, volgens Newton. Dat kan niet. En dat is toch zo, zei Maxwell. Dus daar klopte iets niet meer. En op het eind van de 19e eeuw zat de fysica in een zware crisis. Enerzijds, die oude klassieke fysica van Newton, die werkt zo goed. Die is ook zo evident, die begrijpen we zo. Die nieuwe fysica van Maxwell, die is ook fantastisch. Die werkt ook enorm goed. Dat is in de tijd dat alles begon elektrisch te werken. De uitvinding van de telefonie en de telegraaf en het elektrische licht en zo meer en zo meer. Elektrische treinen. En dat werkt allemaal en dat steunt op die wetten van Maxwell. Dus die zijn ook goed. Maar de twee samen, dat ging niet. Dan hebben we een probleem en dan verscheen op het toneel deze man, die u kent, en die zei, weet je, we kunnen hieruit geraken als we een drastische stap zetten. Het klinkt een beetje gevaarlijk wat ik doe. Ik ga namelijk de waarheid, zoals we het moeten begrijpen, poneren. Ik ga stellen hoe het zo moet zijn en dan zullen we wel zien wat daaruit volgt. En dat was dus wat Einstein deed. Hij formuleerde een totaal nieuwe theorie die steunde op twee uitgangspunten. De theorie die daaruit zou ontstaan is de speciale relativiteitstheorie. En die verscheen dus in 1905. En die steunde op deze twee uitgangspunten. Einstein zei, alle natuurwetten gelden voor alle inertiaal waarnemers. Dat is dus duidelijk. Onder alle natuurwetten verstaan we zowel die van de mechanica als die van het elektromagnetisme. Die moeten voor iedereen kunnen gelden. En het tweede postulaat is de snelheid van het licht is voor iedereen dezelfde. Alle inertiale waarnemers meten dezelfde snelheid van het licht. Ja, als je dat zo zegt, terwijl je dat eigenlijk niet snapt. Want we hebben juist gezegd, het is zo niet. Als het voor Newton gold, dan gold het niet voor Maxwell en omgekeerd. Ja, zegt Einstein, weet je hoe dat dan kan komen? Omdat onze transformatieformules niet meer de goede zijn. Ja, maar ze werkten toch bij Newton? Ja, maar niet bij Maxwell. En als je andere transformatieformules neemt, die gelden voor Maxwell, hoe je van de ene waarnemer kunt omrekenen naar de andere waarnemers. Je kunt dergelijke formules vinden, maar dan gelden ze weer niet voor de wetten van de mechanica. Wel, zegt Einstein, dan moeten we die wetten herzien. Maar deze postulaten, daar gaan we vanuit vertrekken. De natuurkunde moet gelden voor alle waarnemers, alle inertiale waarnemers. Dat is zo'n fundamenteel principe. Dat mag niet iets zijn dat alleen geldt voor geprivilegieerde waarnemers. Voor u bijvoorbeeld en niet voor mij, of omgekeerd. Nee, het moet voor iedereen gelden. En dan moeten we desnoods de natuurkunde herzien. Grondig herzien. Want wat is er dan fout? Er kan niets anders fout zijn dan dat uitgangspunt waar Newton zo op steunde. Die definities
van ruimte en tijd. Die kloppen niet, zei Einstein. Dus die moeten we herzien. En het is het herzien van deze fundamentele begrippen, met alle consequenties die daaruit voortvloeiden. En die consequenties die zijn een hele nieuwe natuurkunde. Die leiden dus tot de speciale relativiteitstheorie. Nu, waarom vertel ik u dat? Want ik ging het hebben over het blokuniversum. Ja, wat is het blokuniversum? Het blokuniversum is precies een consequentie van de speciale relativiteitstheorie. Vloeit daar zo uit voort. Als je de speciale relativiteitstheorie hebt, wel, met een beetje redeneren, dat gaan we zo dadelijk doen, sta je voor dat concept van het blokuniversum. Met alle gevolgen die daar weer uit voortvloeien. En die zijn chockerend. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. En als dat dan toch zo chockerend is en als dat dan toch zo onwaarschijnlijk is, is dan die theorie wel goed? Geen enkele natuurkundige zal ooit zeggen dat een bepaalde theorie definitief en absoluut juist is. Dat hebben we wel afgeleerd in de loop van de geschiedenis. Al onze theorieën zijn maar voorlopige theorieën. Blijkt altijd dat we ze nadien toch weer moeten verbeteren, soms zelfs helemaal laten vallen. Ook de speciale relativiteitstheorie. 10 jaar later zou Einstein de algemene relativiteitstheorie publiceren. Die gaat nog een heel eind verder. Maar die algemene verandert eigenlijk niks aan de speciale. Die maakt alleen de speciale speciaal. Dat wil zeggen dat ze maar geldt in speciale gevallen, namelijk voor inertiaal waarnemers. Bij de algemene gaan we nog veel ruimer. Voor ons doel nu volstaat het om te spreken over de speciale relativiteitstheorie en daar blijven we dus bij. Nu, deze theorie die is, nogmaals, misschien niet absoluut definitief voor altijd juist en waar, maar ze is voorlopig onomstotelijk bevestigd. Je kunt je op dit ogenblik geen betere theorie bedenken. Ze klopt met alle experimentele gegevens. Ze zit mathematisch en logisch zeer mooi in elkaar. Het is een sluitend geheel. Prachtig. Dus die theorie laten we zomaar niet vallen. En ze werkt geweldig goed in de praktijk. Dus dat is onze hedendaagse theorie van de natuurkunde. En daaruit volgt dan dat blokuniversum. Ja, nu, dan gaan we daar eens naar kijken. Maar dan moeten we dus het blokuniversum afleiden uit de speciale relativiteitstheorie. Afleiden, dat wil zeggen wiskundig daaruit berekenen. En dan moeten we dus de hele theorie zelf uiteenzetten en dat is een zeer wiskundige theorie. Het begint met die transformatieformules die je moet vinden, dan de gevolgen daarvan, hoe je ruimte en tijd moet beschrijven enzovoort. Dus dat gaan we dan nu doen. Maar dan een paar jaar later verscheen op het toneel wat aanvankelijk de leermeester was van Einstein, Hermann Minkowski. En die publiceerde een paar jaar na Einstein een artikel waarin hij erop wees dat je deze hele mathematische theorie van Einstein, dat je die op een heel elegante manier kunt voorstellen, louter grafisch. En dan heb je al die formules niet nodig. Natuurlijk zitten die formules impliciet wel in die grafische voorstellingen. Maar je volstaat eigenlijk met te kijken naar die grafische voorstelling, die diagrammen, die Minkowski-diagrammen, zoals we die noemen. En dat is wat we nu gaan doen. Dus vandaar dat we hoeven geen formules te gebruiken. We gaan de Minkowski-diagrammen gebruiken. En we hoeven dus nu niet te gaan rekenen, u kan weer gerust worden, we gaan geen formules projecteren, maar wel diagrammen. Maar die diagrammen, daar moet je maar naar kijken. Je moet ze alleen maar verstaan wat ze voorstellen. Dus daar moeten we wel eventjes zorgvuldig bij langzaam ingaan. Wat stellen die Minkowski-diagrammen precies voor? En als je dat doet, dan is het niet te geloven wat je daaruit kunt aflezen. Wat je daarop kunt zien. En hoe daaruit het blokuniversum tevoorschijn komt. Dus dan slaan we die weg in. Ik ga Minkowski volgen. Uiteindelijk is dat de speciale relativiteitstheorie, maar zoals voorgesteld door Minkowski. En die maakte dus een diagram. Hier staat er een. Dit is een Minkowski-diagram. Dat is een voorstelling van de ruimte
tijd. Ruimtetijd in één woord. De speciale relativiteitstheorie stelt zich het heelal voor als een ruimtetijdscontinuum. Dus het is de fysica die zich afspeelt in de ruimte en in de loop van de tijd, waarbij de tijd de vierde dimensie is van het heelal. De drie eerste dimensies zijn die van de ruimte. De ruimte heeft drie dimensies, een lengte, een breedte en een hoogte. Door drie coördinaten aan te geven, drie getallen die vertrekkend vanuit een gekozen oorsprong de posities van een punt aan te geven, is dat punt ook precies gelokaliseerd. Dus die drie getallen heb je nodig, x, y en z, in een wiskundige formule. En met die drie getallen is een punt dus gesitueerd. En de tijd, de t in de formules, geeft dan ook het tijdstip. En zo kunnen we elke gebeurtenis in de ruimte-tijd door vier coördinaten voorstellen. Nu gaan we die vier coördinaten moeten afbeelden in een diagram. Dat wordt dan een vierdimensionaal diagram. Dat is al het eerste probleem. Dat gaat niet. Ik kan me geen vierdimensionale ruimte voorstellen om een afbeelding in te maken. Laat dan een paar dimensies weg. De ruimte heeft drie dimensies. Als ik er maar twee zou beschouwen, dan heb ik een x en een y en de tijd. Ik moet de tijd beschouwen. Dan heb ik een driedimensionaal diagram. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Drie assen die loodrecht op elkaar staan. Maar het is ook wel lastig om te tekenen. Een tekening is tenslotte een plat vlak. Een tekening is een tweedimensionale ruimte. Dus ik ga voor het comfort nog een dimensie laten vallen van de ruimte. En ik hou alleen de x-as over. En de tijd. Want anders heb ik niks meer om af te beelden. En dat staat dus hier. Hier hebben we een horizontale as. Dat is de ruimteas. Beelden we af met een x, dan moet je je in gedachten voorstellen dat loodrecht op die as in uw richting, dus niet naar boven, maar in uw richting, er nog een as staat, de y-as, die we niet tekenen, omdat anders de tekening onoverzichtelijk wordt. En dan is er nog een as, de z-as, die daar ook loodrecht op staat, maar die kan ik helemaal niet tekenen. En daar loodrecht op die x-as zetten we dan de tijd-as, de t-as, de t van tijd. Maar je kunt geen, hoe zegt men dat, geen appelen met peren vergelijken. Als ik een tekening ga maken en horizontaal beeld ik appelen af, dan moet ik verticaal ook appelen afbeelden of ik kan dat niet vergelijken. Dat heb ik, ben ik verschillende dingen aan het meten. Dus als horizontaal een ruimte wordt afgebeeld, die ik uitdruk in bijvoorbeeld in meters, dan moet verticaal ook iets uitgedrukt staan in lengte-eenheden. Hoe gaan we dat dan doen? Een tijd druk je niet uit in meters, maar in seconden. Ja, maar vermenigvuldig nu is de tijd met de snelheid van het licht. De snelheid van het licht stellen we altijd voor met een c. Dus in plaats van t neem ik ct. De tijd maal de snelheid van het licht, 300.000 km per seconde. Nu weten we van Einstein dat de snelheid van het licht altijd voor iedereen dezelfde waarde heeft. Dus dat is een absolute constante. Dus ik vermenigvuldig mijn tijd met een voor iedereen dezelfde constante. Dus dan verandert er eigenlijk niet zoveel. Het is alsof je de schaal verandert. En dan kan ik nog iets handigs doen. Als ik mijn lengte- en tijdseenheden nu eens handig kies. Als ik nu bijvoorbeeld eens de ruimte, de afstanden in de ruimte uitdruk in lichtjaren en de tijd in jaren. Dan heb ik als snelheid van het licht, per definitie, legt het licht één lichtjaar af per jaar. Dat is de definitie van een lichtjaar. Dus uitgedrukt in die eenheden, horizontaal lichtjaren, verticaal jaren, is de snelheid van het licht één. Één lichtjaar per jaar. Dus die c is één. Dus ik vermenigvuldig met één. Dus ik doe eigenlijk niks. Dus die ct verandert niets aan ons begrip tijd. Er blijft gewoon hetzelfde staan als we over de tijd zouden spreken, maar nu is het dimensioneel in orde. C maal t is een snelheid maal een tijd, dat is een afstand, dus dat is uitgedrukt in meters. Dus dat is een kleine handigheid die nog niet onbelangrijk is. En dat is dus het principe van ons Minkowski-diagram. Nu, laat ons eens een lichtstraal nemen die we laten vertrekken uit de oorsprong. De oorsprong, dat is dat punt O hier, dat is... Meestal zal ik daarvoor het punt kiezen waar ik mezelf bevind. Het hier en
nu. X is 0 en T is 0, en dus CT is dan ook 0. Dat is het O-punt. Van daaruit vertrekt een lichtstraal. Dat is dus deze lichtstraal die ik nu ook uitstuur. Hoe staat dat op dat diagram? Wel, die vertrekt naar rechts bijvoorbeeld. Dan legt die dus 1 lichtjaar af in 1 jaar tijd. Dus dat wil zeggen, evenveel in de horizontale als in de verticale richting, dan loopt die dus precies onder een hoek van 45 graden. De bisectrice van deze rechte hoek. Ja, dat is dus de voorstelling van een lichtstraal die vertrekt vanuit de oorsprong. Telkens wanneer je in een Minkowski-diagram een lijn zult zien onder een hoek van 45 graden met de ruimte en de tijdas, is dat een lichtstraal. Nu, veronderstel dat in het punt A, daar staat iemand en die staat stil. Dus die zijn positie in de ruimte verandert niet. Maar zijn positie in de ruimte-tijd verandert natuurlijk wel. Je kunt in de ruimte wel stilstaan, maar niet in de tijd. De tijd loopt. Altijd maar door. Dus terwijl dat A op dezelfde plaats blijft staan, gaat hij toch naar boven in de ruimte-tijd. Die volgt dus een rechte opwaartse lijn. Een verticale lijn, evenwijdig met de tijdas. Moest de waarnemer A bijvoorbeeld naar rechts bewegen met een constante snelheid, als hij een inertiaal waarnemer zou zijn, dan volgt hij dus deze lijn, deze rechte lijn, onder een zekere hoek, want hij legt nu een afstand af naar rechts terwijl de tijd loopt naar boven. Je voelt, je ziet dat hoe sneller A zal bewegen, hoe schuiner die lijn zal gaan staan, want des te meer afstand legt hij af naar rechts. En als die snelheid constant is, dan is dat een rechte lijn. Zou die snelheid variëren, dan als A heen en weer zwalpt, dan is het naar links. In het begin gaat hij hier naar links en dan staat hij stil en dan naar rechts en dan weer enzovoort. Dan krijg je een kromme lijn. Aangezien wij alleen inertiaal waarnemers beschouwen, hebben we het alleen over rechte lijnen. Dat maakt het ook alweer eenvoudiger. Goed, nu twee waarnemers. Waarnemer A en waarnemer B. A staat nu in de oorsprong en B staat een eindje rechts daarvan. Allebei staan ze stil. Dus allebei bewegen ze in de ruimte-tijd volgens deze lijnen die wij noemen wereldlijnen. Allebei volgen ze die verticale lijn in het Minkowski-diagram, hoewel ze in de ruimte stilstaan. Hun onderlinge afstand, dat was de afstand AB, verandert niet, want ze blijven met dezelfde snelheid bewegen. En aangezien A in de oorsprong staat, volgt zijn wereldlijn de tijdas. Allemaal oefeningetjes om goed te laten doordringen wat dat Minkowski-diagram voorstelt. En nu A en B, weer twee waarnemers op een afstand van elkaar. Nu bewegen ze allebei met een constante en met dezelfde snelheid naar rechts. Aangezien de snelheid van A en die van B dezelfde zijn, behouden ze hun onderlinge afstand, maar ze verplaatsen zich nu wel naar rechts. Zo kunnen we dat allemaal netjes afbeelden. Nu moeten we iets gaan doen dat heel belangrijk is. En dat wat ik eventjes moet uitleggen en waarvoor we het Minkowski-diagram al nodig hebben. We moeten het begrip gelijktijdigheid gaan definiëren. En Einstein in zijn artikel van 1905, die wijst erop dat we daar in het verleden veel te slordig in zijn geweest. Dat we altijd als vanzelfsprekend hebben aangenomen wat dat betekent. Hier en hier gebeuren twee dingen op hetzelfde moment, gelijktijdig dus. Alsof we weten wat we daarmee bedoelen. Dat kun je niet weten, zegt Einstein. Hoe weet je dat als er ginder iets gebeurt en als er hier iets gebeurt, dat dat gelijktijdig zou zijn? Oh ja, dan kun je zeggen, ik kan dat toch zien? Daar gebeurt iets en ik sta daar. En dan zie ik toch wel of dat als het daar gebeurt, gelijktijdig gebeurt met wat er gebeurt waar ik me bevind. Ja, maar, wijst men er dan op, je moet rekening houden met het feit dat het licht van A naar B moet gaan. Dus er bevindt zich een klok in A en er bevindt zich een klok in B. En
hier is de ene waarnemer, daar is de andere waarnemer. Telkens gebeurt daar iets. Als in A iets gebeurt, moet het licht van A naar B gaan. En pas dan ziet de waarnemer in B het. Dus dat licht heeft toch een tijdje daarvoor nodig gehad. Dus de waarnemer in B die krijgt dan tot te laat te zien wat er in A is gebeurd. Dus als het gelijktijdig gebeurt, krijgt hij het te laat te zien. Ja, dan kun je zeggen, dat weet ik ook wel. Maar daar kan ik toch meer rekening mee houden, want ik kan de afstand tussen die twee meten, ik ken de snelheid van het licht, en dan weet ik hoeveel tijd het licht er heeft nodig gehad om die afstand AB te overbruggen. En als ik het dan zoveel tijd te laat zie, komt het omdat het licht er zoveel tijd voor nodig had. En dan weet ik dat dat het is en dat ik toch dus op die manier kan terugrekenen wat precies dezelfde tijdstippen waren. Hou gewoon rekening met de tijd die het licht nodig had om die afstand te overbruggen. Allemaal goed en wel, zegt Einstein. Maar dan moet je wel de snelheid van het licht kennen. Ja, die kennen we. Die halen we uit de boekjes. Ja, dat is natuurlijk niet correct. Waar halen we die? Waar halen we de snelheid van het licht vandaan? Die kennis. Er is maar één manier om te weten wat de snelheid van het licht is. Dat is die te meten. Je moet die ooit eens meten. Oké, dat gaan we dan doen. We gaan eerst de snelheid van het licht meten. Dan laat ik een lichtstraal vertrekken vanuit punt A. Ik laat die gaan naar punt B. En ik meet wanneer dat die vertrekt in A en wanneer dat ze aankomt in B. Maar dat kan ik pas doen als mijn klokken in A en B gelijk lopen natuurlijk. Die moeten precies op hetzelfde moment in dezelfde stand staan. Dus die moeten gelijktijdig in dezelfde stand staan. Ja, maar dan heb ik het begrip gelijktijdigheid eigenlijk al nodig. Ik moet klokken gelijktijdig in dezelfde stand zetten om de snelheid van het licht te kunnen meten, waarmee ik dan kan meten of gebeurtenissen gelijktijdig plaatsvinden. En we zitten gewoon in een cirkeltje te draaien. Einstein zegt, een objectieve, absolute definitie van een gelijktijdigheid bestaat niet. Je kunt dat op geen enkele manier vaststellen. Je kunt iets afspreken. Je kunt wel iets overeenkomen wat we daaronder gaan verstaan. En ik zal een definitie geven, zegt hij. Maar dat is ook maar dat. Hè. Je kunt eventueel ook een andere definitie geven. Je kunt gelijktijdigheid nooit absoluut meten. Daar sneuvelt de absolute tijd van Newton. Eigenlijk, Newton had dat al kunnen weten. Maar ja, Newton had nog geen besef van de snelheid van het licht. Al begon dat wel in die tijd ook door te dringen. Maar goed, dus wat gaan we nu doen? Einstein zegt, laat eens op basis van mijn tweede postulaat gelijktijdigheid definiëren. En wel als volgt. Ik heb twee posities, A en B, en nu kies ik een punt precies in het midden tussen die twee, het punt M. Van daaruit laat ik een lichtstraal vertrekken naar links en één naar rechts. Dat zijn die gele lijnen onder een hoek van 45 graden. Wel, zegt hij, dan poneer ik dat ze gelijktijdig aankomen in A en in B, namelijk op het tijdstip T1. Dus dat ze leggen het dezelfde weg af, maar in tegengestelde richting. En dan komen ze gelijktijdig aan in die twee punten. Dat is mijn definitie, zegt hij. En die definitie steunt op het feit dat ik aanneem dat de snelheid van het licht in de ene en in de andere richting dezelfde is. Dat is het postulaat. Goed. Eigenlijk zo evident. Waar zit nu nog altijd het revolutionaire in? Dat is een evidente definitie, zou je bijna zeggen. Ja, kijk dan eens naar het volgende. We hebben nu weer onze twee waarnemers, A en B, die zich bewegen ten opzichte van elkaar. Met een constante snelheid. Dat zijn die blauwe wereldlijnen. Dat zijn dus de lijnen die A en B volgen. En nu gaan we toepassen wat Einstein voorstelt als definitie van gelijktijdigheid. Vanuit een punt M, hier midden tussen A en B, vertrekt een lichtstraal naar links en een lichtstraal naar rechts. Op hetzelfde moment vertrekt dat daar. En dan komen die voor A en B op gelijktijdig aan. Dat is de definitie. Maar als ik kijk naar wat er gebeurt voor de waarnemer die niet meebeweegt, hier in het wit afgebeelde stelsel, dan zie je dat het tijdstip A1, de aankomst bij A, dat aanzienlijk voor B1 was. De tijdstip van aankomst bij B. Ja, maar de waarnemer die buiten de trein staat, die zegt, ja, maar in A komt het veel eerder aan dan in B. Dus dat is niet gelijktijdig. Het is wel gelijktijdig, zeggen A en B. Het is niet gelijktijdig, zeg ik, die niet meereist met A en B.
Stel je dit zo concreet voor. Hè? Ik sta op het perron. Er komt weer een trein voorbij. In die trein zitten die twee waarnemers, A en B. Die zitten deze keer op een stoel. Die verplaatsen zich niet in de trein, maar wel met de trein mee. In de trein doen ze dat experiment. Ze sturen die twee lichtstralen naar ieders toe. Dus zeggen zij, ja, die lichtstralen komen gelijktijdig aan. Maar ik zie terwijl ondertussen die trein voorbij gaan. En ik zeg, ja, maar ondertussen, terwijl die lichtstraal op weg is van M naar A, gaat A die lichtstraal tegemoet. Dus die lichtstraal moet een kortere weg afleggen. En deze lichtstraal die moet in tegendeel B inhalen. Dus die moet een langere weg afleggen. Die komen niet gelijktijdig aan. Zie daar de relativiteit van de gelijktijdigheid. Dat is een heel belangrijk inzicht. Er bestaat voortaan geen absolute gelijktijdigheid meer. Je moet aannemen dat wat voor twee mensen gelijktijdig kan zijn, voor twee anderen helemaal niet gelijktijdig hoeft te zijn. Dit is een dramatisch resultaat. Hè? Want op het begrip gelijktijdigheid steunt alles. Daar steunen toch de synchronisaties van onze klokken op. Het feit dat wij klokken laten lopen op verschillende plaatsen, impliceert dat we die klokken moeten gelijk laten lopen. Wel, gelijk, dat wil zeggen gelijktijdig in dezelfde stand staan. Gelijktijdig 12 uur aanwijzen. Maar wat voor mij gelijktijdig is, hoeft het niet voor u te zijn. Het volstaat dat je in de trein gaat zitten en het is al niet meer het geval. Dus we stoten hier op relativiteit. Nu gaan we ons apparatuur een beetje uitbreiden. Ons apparatuur, daaronder versta ik de Minkowski-diagrammen, zoals ze gebruikt worden nu. Ik ga nu Minkowski-diagrammen gebruiken om gelijktijdig, dat wil zeggen op hetzelfde plaatje, twee waarnemers uit te beelden die zich ten opzichte van elkaar bewegen. Hoe gaan we dat doen? Wel, daar juist hebben we het eigenlijk al gedaan. Hè. Ik stond op het perron en er zaten die twee in de trein. En het referentiestelsel, de x- en de t-as van mij, dat waren die witte assen. En dan de wereldlijnen van die twee andere waarnemers, dat waren die blauwe lijnen. Nu, de waarnemer A in de trein, die zat toch nog eventjes terug naar het vorige plaatje, deze hier, die zit in de oogsprong. Die zit in de oogsprong van zijn referenties. Die zit in de trein in rust. Hij beweegt niet in de trein. Dus zijn wereldlijn hier, zijn wereldlijn, die ik teken op mijn diagram, dat is voor hem zijn positie in rust in zijn referentiestelsel. Dus dat is zijn tijdas. Dat is zijn tijdas. Dus dat is hier deze as. Dat is de CT-accentas, noem ik dat dan. Dat is de tijdas van de bewegende waarnemer, degene die in de trein zit. Die beweegt voor mij en daarom staat zijn as schuin, want ik zie hem voorbij gaan. Maar hij zelf staat stil in zijn referentiestelsel en hij zegt, ik zit gewoon hier in rust. Dus dat is mijn tijdas. Nu, we zien dus dat om een bewegende waarnemer te kunnen afbeelden op een Minkowski-diagram, moeten we die as schuin, de as van de tijd, schuin zetten. Zo moet je dat ook doen met de x-as. Als we kijken naar gelijktijdigheid, deze twee, dat is de x, sorry, dit is de x-as. Wat is een x-as? Een x-as, dat zijn alle posities in de ruimte die hebben het tijdstip 0. Allemaal op t0. Dus dat is de as van gelijktijdigheid bij t is 0. Nu, als voor de bewegende waarnemers in de trein A1 en B1 gelijktijdig waren, dat waren die aankomsten van de lichtstralen op die twee plaatsen, gelijktijdig hebben ze beweerd, dan is de lijn die dat verbindt is hun gelijktijdigheidsas. Dat is voor hen de as van de gelijktijdigheid. Als ik die dan evenwijdig verplaats naar hier, zodat ze door de oogsprong gaat, dan is dat de x-accentas. En dat is de as van de ruimteas van de bewegende waarnemer. Dus die moet ik ook hellen. De t-accentas die gaat naar de lichtstraal toe. De x-accentas gaat ook naar de lichtstraal toe. En dat drukt die beweging uit. Hoe sneller de twee bewegen ten opzichte van elkaar, hoe schuiner die assen gaan staan.
Je kunt aantonen dat die hoek alfa, die deze t-accentas en x-accentas maken met de t-as en de x-as, dat die hoeken alfa gelijk zijn. Maar daar heb je een paar formuletjes voor nodig en dat hoeven we niet, hier niet te bewijzen. Maar dus die assen die gaan op dezelfde manier schuin staan. Dat is belangrijk om in te zien. Dit geeft het aan omdat de waarnemer zich verplaatst ten opzichte van de andere. En dit geeft dus aan dat gelijktijdigheid verschillend wordt voor de twee. En hoe sneller ze bewegen, hoe schuiner die gaan staan. Dus als ze nog sneller bewegen, dan gaan ze zo staan. De assen gaan ze nog sneller bewegen, dan gaan ze zo staan. Nog sneller, dan gaan ze... En u ziet hier een catastrofe opdoemen. Zij naderen de lijn van de lichtstraal. Als de snelheid zo groot wordt, en dat wil zeggen gelijk wordt aan die van het licht, als die trein ondertussen de snelheid van het licht haalt, dan gaat de t-accentas en de x-accentas die gaat samenvallen met de lichtlijn en die gaan samenvallen met elkaar. En wat betekent dat? Dat is een compleet mysterie. Wat betekent het als je de snelheid van het licht zou halen? Dan vallen je ruimteas en je tijdas die vallen samen. Dat wil zeggen dat je onmiddellijk overal bent. Elk punt op je x-as valt samen met elk punt op de tijdas. Hoe moet ik me dat voorstellen? Dat kan ik me niet voorstellen. Je bereikt hier wat men noemt in de fysica singulariteit. Hier loopt de theorie naar een limiet toe. Wat stelt dit nog voor? Het lijkt wel alsof bij de snelheid van het licht verliest de wereld haar uitgestrektheid in ruimte en tijd. Je bent onmiddellijk overal. Hoe? Hoe kan dat nu? Onmiddellijk overal. Zelfs het licht heeft toch maar een snelheid van 300.000 km per seconde. Zelfs het licht is niet overal onmiddellijk. Het licht van de Andromeda-nevel heeft er 2 miljoen jaar over gedaan voor het hier aankomt en wij het kunnen zien. Dus het heeft toch 2 miljoen jaar geduurd? Ja, voor ons. Voor mij en voor u. Omdat wij hier stilstaande waarnemers zijn. Maar voor het licht heeft de snelheid van het licht. Dat wil zeggen, voor het licht, dat was hier onmiddellijk. Het licht, voor het licht heeft het geen 2 miljoen jaar geduurd voor het van de Andromeda-nevel hier. Het was hier onmiddellijk. Het vertrok daar en op hetzelfde moment kwam het hier aan. Voor licht heeft de wereld geen uitgestrektheid, niet in ruimte en tijd. Ruimte en tijd lijken als het ware uitgestrektheden die zich ontvouwen doordat je traag gaat bewegen. Het is door traagheid dat de wereld haar uitgestrektheid krijgt. Voor het licht heeft de wereld dat niet. Heel merkwaardig resultaat. Met zo'n eenvoudige middelen. Een Minkowski-diagram. En nog eens, een Minkowski-diagram getekend voor 2 waarnemers. Telkens de witte assen die loodrecht op elkaar staan, dat zijn dan de assen van ik of van u. Dus dat is, ieder staat stil in zijn referentiestelsel. En dan komt er een tweede waarnemer voorbij met een zekere snelheid. En die zijn assen tekenen met blauwe assen. Dat zijn dus de x-accent en de ct-accentas. Hier zie je nu de relativiteit van de gelijktijdigheid, die we daar juist ontdekt hebben, zie je nu afgebeeld op het Minkowski-diagram. Beschouw 2 gebeurtenissen, P en Q. P en Q zijn gebeurtenissen, dus ergens op een bepaalde plaats in de ruimte en op een bepaald tijdstip op de tijd. En die gebeuren voor mij, dat wil zeggen in het witte stelsel, gelijktijdig op het tijdstip T1. Ze liggen dus op dezelfde lijn evenwijdig met de x-as, dat wil zeggen gelijktijdig. Ja, maar dan zie je direct, dat is dan niet gelijktijdig in het blauwe stelsel. Want hier de Q valt op t-accent 1 en P valt op t-accent 2. Dus daar is het duidelijk dat dat Q gebeurt voor P. Terwijl, voor mij gebeuren ze gelijktijdig. Dus het Minkowski-diagram beeldt die relativiteit van de gelijktijdigheid onmiddellijk af, maakt het heel mooi om te zien. Nu trekken we het heelal in. Dus alles was tot hiertoe
speciale relativiteitstheorie. Nu gaan we daar wat meer kosmologie aan koppelen. We gaan de hele ruimte afbeelden. Maar altijd blijft dat ik kan maar één ruimtedimensie tekenen, maar ik laat hem nu lopen van links naar rechts. Dus van hier naar daar, dat is de x-as, de ruimteas. Hier sta ik, hier ben nu. En dat is de tijdas. En ik laat hem dus nu ook vertrekken van voren door nu naar de toekomst toe. En ik beeld ook de lichtlijnen weer af, telkens onder die hoek van 45 graden. Dat zijn de lijnen die vertrekken vanuit O. Hier vanuit O vertrekken ze. Of die aankomen in O. Hier, dat zijn degenen die daar terechtkomen in het punt O. Die lichtlijnen die hebben natuurlijk de vergelijking x is gelijk aan c maal t. De weg die ze afleggen is gelijk aan de snelheid van het licht maal de tijd. Met mijn excuses voor de formule. Want we gingen er geen gebruiken. Alles boven de x-as, dat wil zeggen, de x-as is de as van gelijktijdigheid op t is 0. Dat wil zeggen met het nu-punt. Dus de x-as die geeft eigenlijk het nu aan in de ruimtetijd. Alles dat daar boven ligt, is dan de toekomst. Dat wat de tijd tegemoet gaat. De tijd stroomt van onder naar boven. Alles wat daaronder ligt, is het verleden. Nu moet je je goed voorstellen dat de snelheid van het licht, dat is een limietsnelheid. We hebben daar juist al gezien, die assen vallen samen. Je kunt niet nog sneller. Vanuit de formalismen van de theorie kun je bewijzen dat inderdaad de snelheid van het licht, een snelheid groter dan die van het licht, is niet mogelijk. Dus je kunt die snelheid niet overschrijden. Dat wil zeggen, van hieruit bekeken, vanuit het O-punt. Vanuit het O-punt vertrekken die twee lichtlijnen. En als ik van daaruit iets uitstuur, bijvoorbeeld een lichtstraal, dan is het langs die lichtlijn. Als ik van daaruit een signaal uitstuur dat trager is dan het licht, dan verplaatst het zich minder in dezelfde tijd dan het licht. En blijft het dus binnen die lichtlijn. Dan blijft het dus binnen dit gebied. Als ik zou willen terechtkomen buiten dit gebied, dan moet ik sneller gaan dan het licht. Als ik van hieruit, vanuit O, een signaal die kant wil uitsturen, zo, dan moet dat dus sneller gaan dan het licht. Dat kan niet. Niet naar links en niet naar rechts. Op dezelfde manier, vanuit het verleden, alles wat ik zie, ligt op mijn lichtlijn. Dus die lichtlijnen die ik afbeeld, dat is alles wat ik zie van de wereld. Wat per lichtstraal naar mij toe komt. Alles wat trager dan naar mij toe komt, bijvoorbeeld een trein, en die gaan soms heel traag, dat verplaatst zich dus hier binnen. Dat ligt binnen die onderste kegel. En dat zijn de signalen, dat is wat ik verneem van het verleden via andere dragers, informatiedragers, dan licht, geluid of de postbode die een brief brengt bijvoorbeeld, ook dat. Dat gaat ook heel traag en dat zijn de dingen die het verleden, bij mij aankomen. Maar waar ik nooit iets van kan vernemen, dat is van het gebied hier, want dan zou dat van daar naar daar moeten gaan, sneller dan het licht. Dat kan dus niet. Vandaar dat we dat noemen het elders. Die twee gebieden zijn het elders. Dat elders is geen absoluut elders, want het nu-punt schuift op. Ik ga natuurlijk wat ik nu niet kan zien, wat in dit gebied ligt en ik nu niet kan zien, dat gaat later tevoorschijn komen als ik zelf opschuif langs mijn tijdas. Maar goed, dus die gebieden in het heelal moeten we onderscheiden. Wat we zien ligt op de lichtkegel van de toekomst. Van het verleden. Dus wat ik zie van het heelal, dat is alles wat ligt hier op deze lichtkegel. We spreken van een kegel, omdat er natuurlijk nog die derde as is, waardoor dat die driehoek eigenlijk een kegel is. En als je rekening houdt met het feit dat er eigenlijk nog een derde ruimteas is, dan is het zelfs een hyperkegel. Maar dat doet er niet toe. Alles wat op die lichtlijnen ligt, is wat ik zie van de wereld. Op de lichtlijnen die bij mij aankomen. Alles wat ik vertrekt vanuit mij langs de lichtlijnen, is wat ik per lichtstraal uitstuur in de wereld. En alles wat daar binnen valt, is wat ik nog voor de rest ken van de wereld of invloed kan hebben op de wereld. Goed, nu. Dan moeten we twee soorten intervallen in de ruimtetijd beschouwen. Beschouw de punten M en N. Het is om het even waar ze liggen, maar wat wel belangrijk is, is hoe ze ten opzichte van elkaar liggen. Als ze zo liggen, dat ze steiler liggen dan een lichtstraal, dat wil zeggen als ik van M naar N zou gaan,
dan moet ik trager gaan dan het licht. Dat is een tijdmatig interval, noemt men. Er verloopt als het ware meer tijd dan ruimte. En daar kan een verbinding bestaan. Tussen M en N kan een verbinding bestaan. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat M de oorzaak is van N. En vanuit N kunnen we M kennen. Maar als je twee gebeurtenissen beschouwt, P en Q, die zo liggen, dan zie je hier liggen ze platter dan de lichtlijnen, minder steil. Wel, vanuit P kan ik nooit Q bereiken. Dus P kan ook nooit de oorzaak zijn. Er kan geen oorzakelijk effect zijn van P op Q. En vanuit Q kun je nooit P waarnemen, want dat zou sneller moeten gaan dan het licht. Dus het onderscheid tussen die tijdmatige en die ruimtematige intervallen geeft eigenlijk aan wat er in het heelal mogelijk is op het gebied van waarnemingen en interacties. Goed, terug ons Minkowski-diagram. En nu gaan we rechte lijn naar het blokuniversum. We beschouwen een ruimtematig interval. Twee gebeurtenissen, P en Q. Van elkaar gescheiden, maar zoals u ziet, die is geen lichtlijn getekend. Maar u kan ze in gedachten er wel bij denken. Deze liggen minder steil. Ze zijn zo gekozen dat ze in het blauwe stelsel gelijktijdig vallen. Dus dat zijn twee gebeurtenissen die voor de bewegende waarnemer gelijktijdig zijn. Voor de niet bewegende waarnemer niet gelijktijdig. Dan vallen ze op tijdstippen T1 en T2. Nog eens de relativiteit van de gelijktijdigheid hier. Beschouw nu drie gebeurtenissen, P, Q en R. Zo geplaatst ten opzichte van elkaar, weer op een ruimtematig interval. P hier, Q daar en R hier. Als je nu goed kijkt, dan zie je dat in het... P ligt voor P en Q en R. Die liggen voor mij in het witte stelsel, het stilstaande stelsel, alle drie in de toekomst. Alle drie boven de x-as. Dus dat zijn drie gebeurtenissen die nog moeten gebeuren. Die zullen later gaan gebeuren. Kijk je nu in het bewegende stelsel, dan zie je Q ligt op die x-accentas. Van die andere waarneming. Wat op de x-accentas ligt, dat gebeurt nu. Dat heeft t-accent gelijk aan 0. Dus wat voor mij nog in de toekomst ligt, gebeurt voor die persoon nu. Dat is wel vreemd. Het moet nog gebeuren en het gebeurt dan. Voor iemand anders. R ligt voor mij dus altijd in de toekomst, maar voor de bewegende waarnemer in het verleden. En P ligt voor mij ook weer in de toekomst en voor die bewegende waarnemer ook. Dus wat stellen we hier vast? En dit is een chockerend resultaat. De relativiteit van verleden en toekomst. Wat voor mij in de toekomst ligt, kan voor een ander nu gebeuren, of zelfs al in het verleden liggen. P, Q en R zijn voor mij alle drie toekomstige gebeurtenissen. En één daarvan, Q, is voor iemand anders, is al lang voorbij. Dus dat kan een gebeurtenis zijn die voor die persoon in het verleden is en die voor een andere persoon nog moet gebeuren. Stel u daarvoor. Stel u iets van het verleden voor. De moord op Julius Caesar. Dat is 2000 jaar geleden gebeurd. Oké. Er zijn waarnemers in het heelal voor wie dat nog in de toekomst ligt. En voor ons is dat al lang geleden gebeurd. Ja, in principe kunnen de waarnemers zijn voor wie dat in de toekomst nog moet gebeuren. Of dat het nu aan het gebeuren is. Je houdt je hart vast dat dat nu gebeurt. Niks aan te doen. Voor mij ligt het al in het verleden, maar voor een ander moet het nog gebeuren. En helemaal rampzalig, of toch dreigend, ziet dit eruit. P, Q en R, zo geplaatst, nog altijd op een ruimtematig interval. Die moet je eens goed zien. Ze gebeuren voor mij weer alle drie in de toekomst. Voor de andere in het respectievelijk verleden, heden en toekomst. Maar kijk eens naar de volgorde. Voor mij gebeurt eerst P, dan Q en dan R. En nu kijk ik naar de bewegende waarnemer. Dat zijn zijn assen. Wel, R gebeurt eerst, Q gebeurt nu en dus daarna, en P in de toekomst. De volgorde van de gebeurtenissen verandert. Dus als voor mij dingen gebeuren in de volgorde A, B, C, dan kan dat voor iemand anders gebeuren in de volgorde C, B, A. Het volstaat dat die persoon beweegt ten opzichte van mij en het hele heelal lijkt als het ware zich om te keren in zijn onderlinge betrekkingen. Hoe kan dat?
En is dat niet onvoorstelbaar? Is dat eigenlijk geen fatale klap voor de theorie? Kun je daarin geloven? Want dan keer je toch ook de oorzakelijkheid om. Een oorzaak moet toch altijd voor het gevolg komen. Als je nu zegt, ja, maar dat is relatief, je ziet het is relatief, dan kan dus even goed het gevolg voor de oorzaak komen. Dan sneuvelt als het ware onze logica. Is dat zo? Nee, de logica sneuvelt niet. Dat is het enige ongeveer dat overeind blijft. Want je ziet dat dit uitsluitend kan, de omkering van de sequentie, de volgorde tussen de gebeurtenissen, dat kan uitsluitend op een ruimtematig interval. Als P, Q en R op een ruimtematig interval liggen, en dat wil dus zeggen, ze kunnen elkaar niet waarnemen, het zijn losse gebeurtenissen, zonder interactie tussen, dan kunnen hun volgordes wisselen. Maar als ik ze op een tijdmatig interval leg, dat ze zo schuin liggen, dan kan die x-accent als nooit schuin genoeg liggen om die volgorde te doen omkeren. Dus daar redden we als het ware de causaliteit, de oorzakelijkheid, die blijft gehandhaafd in de relativiteitstheorie. Maar voor de rest, al onze klassieke begrippen van opeenvolging en toekomst en verleden, dat verandert allemaal. Nu, beschouw het volgende. Ik zit hier weer in mijn punt O en ik beschouw een punt P op een ruimtematig interval ten opzichte van mij. Nu leg ik het punt P eens in het verleden. Dan wil dat zeggen dat ik altijd vanuit O door P een as kan trekken die ik beschouw als de x-accentas van een bewegende waarnemer. En dan is de tijdaccentas van die bewegende waarnemer, dat is dan deze as, die helpt nu natuurlijk naar links. Ik laat de x-as nu naar beneden gaan, dan gaat de t-accentas naar links in plaats van naar rechts. Goed. Dat kan ik in principe altijd doen. Als P ten opzichte van O op een ruimtematig interval ligt, zodanig dat hij die x-accentas een zekere helling kan geven dat hij door die twee punten gaat, dan wil dat dus zeggen dat ik op die manier, om het even welke gebeurtenis, op een ruimtematig interval ten opzichte van mij, uit het verleden naar het heden kan halen. Want hier ligt het dus op de x-accentas, het is dus voor iemand anders nu. En die iemand anders, dat is niet iemand die ver weg is in het heelal. Dat is iemand die hier is, maar die wel passeert. Die heeft een zekere snelheid. Dus ik kan hem als het ware een hand geven. Hij is hier, maar wel snel, hè, want hij is rap weer weg. Maar dat kan dus. Dus dat is een fysieke persoon met wie ik direct in contact kan staan. En ik zeg tegen die persoon, P, dat ligt al lang in het verleden. Nee, zegt hij, P gebeurt nu. En dan flitst weer weg. Maar zo zit het dus in elkaar. Ja, zul je zeggen, maar een ruimtematig interval. Oké, dus ik kan een deel van het verleden als het ware weer naar het heden trekken. Nee, je kunt alles uit het verleden naar het heden. Je kunt zelfs gebeurtenissen op een tijdmatig interval die diep in het verleden ligt, kun je ook naar het heden halen. En dat doe je zo. Dus ik beschouw een punt P ten opzichte van O op een tijdmatig interval. Goed, nu beschouw ik een tweede waarnemer, die ik laat bewegen ten opzichte van mij, maar nu plaats ik hem een eindje verder weg. Ik mag dat toch doen, hè? De wereld bevindt zich niet alleen hier, maar ook ginder. Dus ginderachter is iemand en die beweegt daar met een voldoende snelheid. Nu kies ik die persoon, zijn snelheid en zijn afstand zo, dat dus zijn snelheid en zijn afstand, O-accent, dus de andere waarnemer plaats ik daar, dat ik van daaruit een x-accent as kan trekken die door P gaat. Dus voor de waarnemer in O-accent gebeurt P nu. En voor mij ligt dat al lang in het verleden. En voor die persoon gebeurt dat nu. En dat geldt dus voor alles. Alles wat er ooit in het heelal gebeurd is, gebeurt nu voor iemand. Voor mij zijn het bepaalde gebeurtenissen, maar haal er een ander bij en die heeft andere gebeurtenissen die zich in zijn heden afspelen. Kortom, alles wat er ooit was, is er nu. En aangezien het woordje nu gelijk staat met het woordje bestaan, kun je dus eigenlijk zeggen, alles bestaat nu. Want het woordje nu en het woordje bestaan, dat zijn woordjes die wij rechtstreeks koppelen aan elkaar, omdat we altijd vertrekken vanuit dat idee. Maar ja, dat idee kunnen we wellicht niet volhouden. Alles wat in de toekomst ligt, bestaat nog niet. Alles wat in het verleden ligt,
heeft bestaan, maar bestaat niet meer. Julius Caesar, die is er niet meer. Die is er ooit geweest, maar nu niet meer. Dus het verleden is weg, de toekomst is er nog niet. Alleen het nu is er. Wat nu is, dat bestaat. Ja, maar alles is nu. Dus alles bestaat. Dat is het blokuniversum. Het blokuniversum is, ik lees het even met u, zo gedefinieerd: voor elke gebeurtenis die voor een waarnemer in de toekomst of in het verleden ligt, bestaat een andere waarnemer voor wie deze gebeurtenis nu plaats heeft. Het kan natuurlijk even goed voor de toekomst. Hè? Dus het plaatje heeft het getoond voor die P, die heb ik in het verleden gelegd. Je mag die P ook in de toekomst leggen, dan hellen de assen in de andere richting, maar dan geldt precies hetzelfde. Dus alles gebeurt nu. Heel de geschiedenis van het heelal is niet weg. Niets van wat er vroeger was, is weg. Niets is in wording. Alles is er. Alleen het woordje bestaan heeft nog betekenis. Het woordje vergaan, schrap dat uit je woordenschat. Of worden, die woorden hebben geen fysische betekenis niet meer. Alles is er. Wel, hoe moet je je dat voorstellen? Ik ga eventjes met u een paar mensen die daarover nagedacht hebben, hun citaten lezen. Hermann Weyl was een belangrijke relativistische fysicus en die heeft het zo gezegd. Een objectieve wereld bestaat gewoon. Zij gebeurt niet. Alleen voor de blik van mijn bewustzijn dat langs de wereldlijn van mijn lichaam omhoog kruipt, komt een deel van de werkelijkheid van de wereld tot leven in een vluchtig beeld in de ruimte dat voortdurend verandert in de tijd. Zo mooi kan ik het niet zeggen. Het is inderdaad zo. Wij zijn als het ware een vluchtige aanwezigheid in het heelal. We bewegen ons langs onze wereldlijn. We kruipen door het heelal en zo verschijnen de dingen één per één voor ons. En dan laten we ze weer achter ons en dan zeggen we: het is voorbij. Niets is voorbij. Alles blijft, maar het ligt achter ons. Het ligt elders, het ligt ergens anders. Zoals we in de ruimte ook gebieden hebben die verder weg liggen, die niet hier zijn. Zo is het ook in de tijd, de gebeurtenissen die niet meer nu zijn, maar daarom niet weg zijn. Wat in de toekomst gebeurt, wat in het verleden ligt, dat alles is er. Eddington die zei het heel kort, maakt duidelijk: wat gebeurt, gebeurt niet echt. Het is er gewoon en wij komen het tegen. En misschien is het goed om als laatste Einstein zelf nog eens aan het woord te laten. Die heeft het ook heel duidelijk aangevoeld dat je de werkelijkheid zo moet begrijpen. Dat was op een moment heel laat in het leven van Einstein in 1955, een paar weken voor hij stierf, overleed zijn goede vriend Michele Bessel. En Einstein schreef een brief naar zijn echtgenote van zijn vriend en daarin schreef hij het volgende. Nu is hij iets voor ons vertrokken van deze vreemde wereld, maar dat betekent niets. Voor ons, natuurkundigen, heeft de scheiding tussen verleden, heden en toekomst slechts de betekenis van een illusie. Zij het een hardnekkige illusie. Dank u wel.